toen het brak. Hij zat zelfs in de derde groep met Moreau. In het klassement dus al ver achter. Ja, kijk, deze mannen zijn gewoon nog echt fris. Die hebben 200 kilometer. En nu pas echt de mannen van Cavendish met twee erbij. Kwikstep nog steeds maar één mannetje. Die zitten klaar daar rechts met drie man. Lufkvist hier in zijn witte trui nog bellen. Je ziet dat ze dus met grote aarzelingen... Ai! Toch weer. Sonja Lieval, een mevrouw aangereden. Toeschouwer. Ja. Is het Pierpoli? Even kijken. Oh, ja, ja, ja. Ja, mevrouw, dat is te dicht op de weg. En het is inderdaad, het is Kobo, denk ik. Passeron, nee, denk ik. Passeron, dat is een van de krachtpassers daar. Ja, je staat daar te kijken. Die mevrouw zal de beste bedoelingen hebben gehad. Maar er komt een peloton met 60 per uur voorbij. Passeron, die meent zich vaak ook wel in dat soort sprintjes. Nu niet. 24 seconden, 5 kilometer. En hier gaat het nu hard ook over het water, hoor. Ja, die mannen, die gaan te keren, hoor. Dat is een goede koep. De trucendoos is helemaal opengetrokken. Maar vooral ook, je ziet steeds één ploegje mag rijden. En de rest gaat zitten wachten. Weer behoorlijk hard, zo te zien. Kijk, die jongens van Francis Dijon, die gokken er dus op dat de anderen de kassins voor zijn het vuur gaan halen. Maar daardoor gaat dat gat zo langzaam dicht. En er moet een moment komen dat ze toch door moeten gaan trekken. Want 21 seconden is 21 seconden op 4,5 kilometer. En die ploegleiders weten natuurlijk dat die treintjes dit jaar zomaar oproken. Dat als ze dus nu het signaal door de oortjes geven van mee op kop, dat ze dan geen treintje voor de sprint meer hebben. Kijk, Liekigas daar rechts van de weg er doorheen wurmen. Zie ik daar Schumacher zelfs nog helemaal voor in zitten? Ik denk het wel. Absoluut. In het wiel van Weekman. Zeker. Ja, ja, kijk nog maar eens goed, jongens. 20 seconden nou. Op 4 kilometer. Ze houden het spannend, de mannen. Met Fogelby op kop. Gevolgd door Braar. En dan Zico. Even deze hoek. Dat is het enige hoek in het laatste stuk. Dus niet eens een haakse bocht. Kijk, dan ga je alweer rechtdoor weg. Hop. En nou is het gewoon twee keer een half knikje. Dus niet eens een haakse bocht. Naar de finish. Dit soort weg. En het wordt nog breder. Cavendish heeft veel mannen voorin. Daar komt ook de ploeg Kiki, dat lichtgroene. Dat is nog een lastige bocht, toch wel. Ja, maar hier is ruimte. Er is ruimte, dat is belangrijk. Als er ruimte is, kunnen de coureurs van alles. Ja, kijk, dat is toch een valpartij. Gerolsteiner. Ja, één man van Gerolsteiner. Wordt zijn stuur uit handen gereden of zo? Is het lang? Laat me maar even, zegt hij. Hausler. Ja, dan wordt het stuur uit zijn handen gereden, doordat ze voor hem uit moeten wijken. Ik denk dat het Hausler is. Heinrich Hausler. Ja. Ellebogenwerken. Links over je stuur heen vallen. En dan kom je op je elleboog. Ja. Hausler die op het laatste moment mee naar de Tour mocht, door zijn eigen frustratie. Niet als eerste, stond niet in de basis, zeg maar. Nee. Tsauk was de man, was de Zwitser, hè, geloof ik. Ja. Lundqvist op kop. Wat een trein heeft Cavendish tot zijn beschikking. Daar komt ook de trein Zabel aangereden. Die altijd weer meedoet met die sprints. Maar hoe lang is het geleden dat hij heeft gewonnen? Maar je ziet dus dat inderdaad Team Colombia dat gat gaat dichtrijden. En dus een treintje oploopt. Frère zit mee voorin, zie je dat? Ja, Frère zit zo daar. Rond de tiende positie. En een hele Husshoff lange trein. Husshoff zit daar op de 20e plek klaar met zijn trouwe achterin. Rancho. Maar die zit wel ver achterin, hoor. Ervaring, ervaring. Het wordt nog breed. Het wordt nog breed. Lundqvist is weg. Treintje Colombia raakt opgerookt. Daar komt Zabel. De kleine Casper zit er ook nog altijd in het midden. In het wiel van Kiertje. Het is Kiertje geen haakse bocht. Dit gaat gewoon rechtdoor verder. Het gaat nu toch op een lint. Frère zit nog mooi voorin. Frère kijkt en zoekt. En zakt wat naar achteren. Heeft nog één man bij zich. Er zijn nu nog maar twee Colombia-renners. Vooruit, drie dan. Hele lange trein met Kiertje daar. En Frère kiest het wiel van Kiertje. Frère heeft een man bij zich. Ik denk Fletcher. En Frère bevindt zich in de buurt van Cavendish. Dat is een goede positie. Fletcher zit daarbij. Fletcher bij Frère, inderdaad. Goed gezien, daar in het midden, die Rabobank. Maar kijk, Steven de Jong zit er al klaar met Stegemans bij zich. En Chavanel is er ook.
Hinkepie. Hij is teruggekomen. Rijdt nu op kop. Zojuist nog helemaal achteraan met een lekker band. Knap, drie man. Ja. Maar hier rijden nog steeds de Fransen op 1,5 kilometer. Schumacher zit wel bij de voorste 30. Kijk eens wat een gat. En kijk eens hoe Frère daar nog voor in zit. Ja jongens, dat gat moet eerst dicht. 1,5 kilometer. Drie Fransen nog vooruit. Minimale wat voorsprong. Een coup. Dit kan je niet uitrekenen. Het wordt echt weer bewezen. Wie gaat rekenen, wordt gelogen straft. En daar gaat Fogondi. Fogondi weggereden bij Jégou. Op 1300 meter van de streep. Oh jongens, het zou toch een stunt zijn. Het is werkelijk meer dan verschrikkelijk. Fogondi. De kampioen van Frankrijk versloeg bij dat kampioenschap onder meer Veuclair. En Fogondi heeft nog wat over zich. Het zou een stunt zijn. Het zou een superstunt zijn. De treinen zijn op. Er is niemand meer die op kop kan rijden. Oh, Fogondi. Wie rijdt daar nu nog op? 600 meter. En wat een gat nog, zeg. Ja, Fox allemaal. Het is geniaal dat we dit meemaken. Het wielrennen is niet meer zoals het was, jongens. Terug naar de basis. Kijk. Kom op, Fogondi. De anderen zijn wel teruggepakt. Jégou. En Braar. Ja, en daar komt de Quickstep. Maar is ook maar één mannetje. Daar komt hij. Ik ga hem bekijken. Ik wil het zien. Steven de Jong op kop van het peloton nu. Ik zie hem nog niet. Ja, daar komt Frère ook door het midden. En het is duwen daar. Fogondi houdt nog stand. Hij is er nog niet. Jongen, haal het uit je tenen. Daar komt ook een treintje met Husshoff. Ik zie hem nog niet. En daar komt Cavendish. Cavendish komt. Cavendish, Husshoff links. Husshoff, Cavendish. Fogondi wordt hier ingerekend. Frère links. Frère is ingerekend. Het is Cavendish. Cavendish voor Frère. Oh, dat we dit meemaken. Ongelooflijk. Op de streep is Fogondi bijgehaald. Is dit spannend, zeg. Hoe verzin je dit?